Hoe kunnen we ruiken dat je ziek bent? Dit is de Universiteit van Nederland. Nou, we kunnen best wel goed ruiken met elkaar. En het heeft ook heel veel mensen geïnspireerd, het ruiken. Van wat kan je allemaal ruiken? Zelfs zo dat er een Star Trek episode is, waarin het ruiken centraal stond. Star Trek, hier zie je een voorbeeld ervan. Wat zegt hij? Hij heeft een apparaat ontwikkeld waarbij hij zegt dat hij kan ruiken wat voor ziekte de patiënt heeft. Dat is iets wat we eigenlijk met elkaar best wel veel willen. We willen eigenlijk meten hoe onze gesteldheid is. Zelf diabetes. Dus ik weet niet, er is misschien ongetwijfeld in de zaal ook mensen zijn die dat hebben. En dan moet je glucose meten. Hè? Dus je zit eigenlijk altijd met zo'n etui. Zit je. Eigenlijk is het best al ingenieus in elkaar. Het is een stripje doe je erin en wat bloed wordt naar binnen gaat. Je maakt een druppeltje bloed. En dan meet je de glucose. En dat is eigenlijk toch omslachtig. Ik weet niet, gelukkig hoef ik niet vaak te meten. Maar er zijn mensen die zeg maar ook elke maaltijd, voor en na, moeten kijken hoe hun glucose is. Dat is vervelend en zo zijn er ontwikkelingen gaande. En hier zie je zo'n ontwikkeling. Waarbij een sensor is, eigenlijk een compleet laboratorium op een chip. Waar we kunnen meten de samenstelling van je bloed. Niet bij een druppeltje, nee. Je legt je vinger als het ware op een plekje. In dit geval maak je het sampletje open. Je legt je vinger hier. En er zitten wat geïntegreerde naaltjes. En dat glazen, zeg maar, hier, dat stukje glas, dat is het laboratorium. Dat kan meten, bijvoorbeeld glucose in je bloed. Maar als je toch je bloed meet, kan die misschien ook wel meten of er nog medicijnresten zijn in je bloed. En dat soort meetinstrumenten fascineert ons allemaal. En we willen dat zo klein mogelijk maken. En waarom zo klein? Omdat je een duizendste van een druppeltje bloed is eigenlijk voldoende om te meten de samenstelling van je bloed. En zo zijn we dus bezig om te kijken, kunnen we dit soort meetinstrumentjes nou niet steeds kleiner en kleiner maken? Een ander voorbeeld is, tegenwoordig kan je ademtesters kopen. In dit geval is zo'n ademtester, het lijkt op een soort alcoholtester, die zijn er ook. Maar dit is eentje waarbij je bijvoorbeeld kan kijken hoe de stofwisseling in je lichaam is. Maar het is best wel groot. Eigenlijk zou je dat gewoon in je mobiele telefoon willen klikken. Dat is ook iets waar we naartoe gaan kijken. Zou dat nou kunnen? Zou je dat zeg maar een sensor kunnen maken die zo gevoelig is dat je dat zou kunnen meten? We hebben nog wel een aantal voorbeelden daarvan. Het bijzondere is dat in die adem zit zoveel informatie. Zoals ik al zei, misschien kunnen we wel uit de adem ventileren of iemand tuberculose heeft. Dus niet aan een kweek zetten en dan kijken of tuberculose naar een paar dagen, misschien naar een week of zo, kunnen vaststellen. Nee, gewoon uit de adem. Hier zie je een voorbeeld van een rat die gekweekt wordt. En die rat kan dat. Die kan dus ruiken of iemand tuberculose heeft of niet. En zo'n rat, deze rat die tuberculose zijn, is ook een rattenserie die kan ruiken of iemand bijvoorbeeld longkanker heeft. Dat heeft ons gebracht tot een idee. Zou je inderdaad iets kunnen nabootsen wat gelijk is aan onze neus? En dan moeten we eigenlijk gaan kijken van wat gebeurt er eigenlijk in jouw neus? In je neus zitten allemaal hele kleine haartjes en die haartjes die trillen. In feite zijn die allemaal een bepaalde functie hebben die. En als er dus in de lucht een bepaalde aroma is, of een alcoholgroep is, of wat ook, klikt die dan aan je haartje en dan gaat je haartje anders trillen. En dat geeft een seintje naar je hersenen van, dat is aangebrande melk. Of dat is heerlijke eau de cologne. En dat gaat als volgt. Ik heb dus een snaartje en die breng ik gewoon in trilling. We noemen het ook wel de resonantie van zo'n snaar. Je ziet dat ook wel als een peloton staat te stampen en over een brug. Dan gaat zo'n brug in resonantie. Daarom mag men niet marcheren over een brug, anders stort de brug in.
Nou, dus deze trilt op een bepaalde manier. En als ik daar nou een gewichtje aan breng, en ik heb nog steeds dat magneetje, dus dat ik laat dat even gebruiken. Zo. En als ik dat dan beweeg, dan zal je zien dat het veel trager beweegt dan net. Dus de massa geeft aan dus dat het op een andere manier gaat trillen. Nou, dat hebben we nou gebruik gemaakt om te kijken van, kunnen we dat nou niet gebruiken om inderdaad een nieuwe sensor te bouwen? Als het goed is, het volgende plaatje, zie je dat we dan doen. Dus we hebben snaartjes en op die snaartjes zetten we een heel klein beetje goud en op die goud leggen we een antilichaam. Een antilichaam is eigenlijk niks anders dan, zeg maar, als je een bepaald stukje DNA, RNA afkomstig bijvoorbeeld van longkanker of van de tuberculose, dat je dat als molecuul vangt. Dus als een molecuul op zo'n snaartje zit en hij vangt dat, dan gaat hij anders trillen. En die trilling kunnen we direct meten. Dat geeft een signaaltje. Dus als dat zo is, in de praktijk zo is, dan zouden we dus daarmee een sensor kunnen bouwen. Maar, ja, dat is natuurlijk het probleem. Of niet het probleem, de uitdaging is, ja, hoe dunner het snaartje is, hoe kleiner het snaartje is, des te gevoeliger het is. Want de massa, het effect van de massa is het grootst als zo'n snaartje gewoon zo klein en zo mogelijk is. Dus we maken eigenlijk die snaartjes, maken we eigenlijk ja, met chiptechnologie op een... Dit is een voorbeeld ervan. Dit zijn allemaal snaartjes die we met de machine gemaakt hebben. Aan de buitenkant zie je net een heel klein beetje een paar goudmoleculen. En op die goudmoleculen zetten we echt maar een antilichaam en die begint dan anders te trillen. En we kunnen inderdaad hiermee zien en detecteren wat zeg maar de... Nou ja, of we iets detecteren. Bijvoorbeeld longkanker. Dit is zo klein, ik heb hier een voorbeeldje van. Dit is zo'n chip, de nanoneus. Hij zit nog in de behuizing om wat te willen testen hoe die werkt. En dan gaan we kijken en je zou erop blazen. Dan zou hij dus mijn hele adem analyseren. Hij zou dus vast kunnen stellen van of ik inderdaad bepaalde ziektes in mijn longen heb. Hoe de zuurstofhouding is in mijn longen, maar ook of ik bijvoorbeeld tuberculose of andere virussen tot mij heb. Instantaan, meteen zou je dat kunnen meten. En dit is typisch een chip die we willen integreren in de mobiele telefoon, zodat je in je mobiele telefoon kan blazen. Wat is het grote voordeel? Kijk, voor ons is het niet zo'n probleem. Kijk, tuberculose is hier geen probleem. Maar in die landen waar het wel een probleem is, moet je eerst zeg maar naar de dokter. Je reist een stuk door het land. Daar wordt er geconstateerd, niet meteen, maar gewoon na verloop van tijd. En je gaat weer terug. Je infecteert bij die tocht weer andere mensen. In dit geval, hoe arm het land ook is, ze hebben een mobiele telefoon. Dus in dit geval kan je dus dat direct thuis meten. En we hopen dat dat ook dan gaat gelden bijvoorbeeld voor een virus zoals het HIV-virus. Dit zijn eigenlijk de doorbraken die we daarvan zien. Nou, het is natuurlijk ook zo dat er... Je ademt uit en kan je daarmee dan alle ziektes kan je dan opsporen die je dan kan zien? Nee, niet alle. Waar het wel kan, is het afvoerputje van je lichaam, dus de darmen. Zo, we hebben geprobeerd om deze techniek van die veertjes en een andere techniek, een draadje wat de grootte is van een stukje DNA, RNA, om die te combineren en dat te integreren in een pil. En aan de hand van deze animatie zal ik even aangeven hoe dat dan gaat. Dus de pil, deze pil, die slik je in. Die gaat in je maag. In je maag gaat de pil open. En dan komt die in je darmen terecht. In die pil zit materiaal die kunnen bewegen. Dus die pompen heel klein beetje vloeistof naar binnen. In die pil zit een camera. Omdat die van materialen trillingen teweeg brengt en dan kan hij het beeld maken van waar de pil op dat moment is. Dus als er ergens een polyp is, zou je dat kunnen zien. Wat vloeistof, en dan zijn met die rode puntjes, dat zou dan RNA afkomstig zijn bijvoorbeeld van darmkanker. Die nanopilaartjes die je hier ziet, filteren dat weg. Dus de gezonde DNA gaat weg en de geïnfecteerde DNA verzamelt hij. En als na verloop van tijd, als hij genoeg verzameld heeft, na een minuut, is een heel klein beetje temperatuurverschil. Laat al die lintjes los en dan heb je al die nanodraadjes of nanosnaadjes die klik maakt. En dan kan die dus de pil, kan dat detecteren
of je vorm van darmkanker hebt. Nou, het is elektronica, dus de nano-elektronica zit ook in die pil. En er zit een sensor in die pil en die sensor die geeft een signaaltje naar buiten, bijvoorbeeld via mobiele telefoon, naar je huisarts die zegt van neem contact met die patiënt op, want we hebben een beginstadium van darmkanker. Zijn succesje? Nee, de pil werkt. Maar er zit nog heel wat materiaalkundige uitdagingen. Bijvoorbeeld, ja, wat doe je met de pil na afloop? Ga je die pil, die poep je uit? Ga je dan zoeken waar de pil is? Nee, dat wil je niet. Dus je wil eigenlijk, dat die pil afbreekbaar is. Dus hij moet van een materiaal gemaakt zijn, als een normale pil eigenlijk, die afbreekbaar is. De elektronica moet afbreekbaar zijn, plastic elektronica. De energie moet je ergens vandaan halen, uit je lichaam bijvoorbeeld. Zo zijn er allerlei elementen die de pil kan hebben. Het leuke van deze experiment is dat het idee was om inderdaad in de darmen te kunnen meten. En het blijkt dat de pil, als je die in urine gooit, dat hij ook alle urine kan ontleden. En ook in de urine zitten sporen van bijvoorbeeld bepaalde ziektes. Het zou ook mooi zijn, als dat zo is, dat die pil meteen ook zegt van ik ben ook een pil. Hup, daar komt de medicijn los. Dat zou eigenlijk het mooiste zijn. En dat is ook een vorm van materialen van de toekomst. Maar hoe dan ook, nieuwe materialen, ook nanodeeltjes en alles zal ontzettende impact hebben in ons dagelijks leven. Het vroegdiagnostiek is heel belangrijk. We kunnen ruiken alsof of we voor een bepaalde manier van ziektes hebben, zoals kanker. Maar de impact in ons dagelijks leven van dit soort nieuwe materialen zal groot zijn. En het volgende college wil ik daar verder op ingaan. De impact in ons dagelijks leven.